Bert-Jan Dokter, goedenavond, raadslid van de Partij van de Arbeid. Wat is je eerste reactie naar aanleiding van de commissievergadering zoals die vanavond gehouden is? Wat ik al wel verwacht had, een uiterst kritische houding in de raad, van de commissieleden althans. Met toch wel behoorlijk scherpe en goede vragen. Het gaat over een lening voor een sportclub die, zoals nu blijkt wat je vanavond gehoord hebt, in januari wellicht de pluchten moet uittrekken als die lening er niet komt. Dus zo belangrijk is het als het gaat om een vereniging. Maar je wilt wel weten waar je het geld in stopt. En dat je niet in mei, juni, juli of aan het eind van volgend jaar nog elkaar weer zit aan te kijken. Met eventueel toch weer een faillissement erachteraan en je geld weg. En dan ben je misschien eigenaar van wat panden. Maar that's it. En er zijn dus heel veel vragen waarom dit zou moeten en hoe je precedentwerking kunt voorkomen. Want er is natuurlijk meer aan de hand in deze samenleving waar we veel bezuinigen en kentaken hebben gesteld. Is het geen... als je dan nu kijkt naar wat er wordt voorgelegd, 120.000 euro moet eigenlijk over tafel komen. Je hoort ook nog dat de wethouder niet alle cijfers zomaar uit zijn mouw kan schudden. Levert dat ook niet een verontrusting op bij, nou, als je er zo aan de zijkant bij staat en laat staan bij de raadsleden die dat nu aan tafel allemaal horen? Ja, je wilt weten als je een lening geeft waar je dat onder stopt en dan wil je geen onduidelijke getalletjes hebben. En dan? Ik bedoel, nu staat alles eigenlijk op rood. Nog geen enkele partij die direct positief is en die zegt van nou, wij gaan hiervoor. Hoe zie je dat in de richting van 19 december dan voor je? Nou, dit was vanavond dan ook meningsvormend, noemen we dat dan. Want je haalt informatie, je stelt vragen. En in de commissies wordt tegenwoordig ook een stukje aan meningsvorming gedaan. Maar je hebt zelf al gehoord dat iedereen daar nog wel voorzichtig in is. Want ten eerste moet je ook terug naar je fractie en overleggen wat de standpunten zijn. Maar ik denk dat er achter de schermen nog het nodige uitgerekend wordt wat de gevolgen zijn op basis van de antwoorden van vanavond. En dan? Nou, tot nu toe heb ik het beeld gehad dat het niet echt positief eruit kwam in de commissie. Het hing niet een sfeertje van hoera, we gaan dit doen. Het hing een vrij kritische en zorgelijke sfeer. En dan als we het hebben over het maatschappelijk belang, hoe zien jullie dat? Enerzijds is natuurlijk 10% van de Wezepshattemerbroekse bevolking vrij groot. Maar als je het trekt over de hele Oldebroekse samenleving, is het toch maar een beperkt deel. Is het dan wel een maatschappelijk belang? Nou, dat vind ik voor het verenigingsleven natuurlijk altijd. Als je... We hebben hier ook raadsvergaderingen gehad waar we geld onder private ondernemingen stopten. Noem even het verhaal Stoudam of Sparkman Zouman. Waar we de samenleving voor 1,8 miljoen het risico laten dragen van een plan. Dan is een vereniging met je eigen belastingbetalers toch wel wat anders dan het financieren van een ontwikkelaarsplan van buitenaf. Dan moet je dat ook allemaal naast elkaar houden. Je vraag was eigenlijk al contextueel. Want ook dat is waar. Er zijn ook verenigingen. Sportverenigingen, muziekverenigingen en scholen zoals Agnieten College, de Uilenhorst, die hebben allemaal ook nog steeds zitten die te wachten op een oplossing voor wat ooit het ETL-probleem was en nog is. En ook zij zoeken een oplossing en zij zien dan dat nu een vereniging die het niet goed gedaan heeft, een lening komt halen en zij hebben nog steeds geen oplossing. Zij zien dat zij ook in de voorstellen om eventueel een sporthal te bouwen iets met een lening zouden kunnen doen. Met bijvoorbeeld een hoger rentepercentage. Dan moet je het niet gek vinden dat die verenigingen en scholen denken van wat doet onze vereniging? Als je netjes op je beurt wacht, krijg je steeds het lid op de neus. Maar hoe zie je het dan voor je dat dit als afsluitende vraag toch een positieve wending kan gaan krijgen? Want eigenlijk zit niemand erop te wachten dat natuurlijk een mooie voetbalclub als WSC straks zijn faillissement moet aanvragen. Hoe zie je het voor je dat bijvoorbeeld dit dan toch nog recht kan komen? Is het dan aan de gemeente of zeg je van wij moeten onze handen er eigenlijk van aftrekken? Dat laatste zeg ik zeker niet. Je moet dit goed beoordelen. Het blijft een vereniging uit de samenleving, dus daar moet je ook voor willen staan. Alleen wel op basis van hele goede gegevens en ook de zekerheid of bijvoorbeeld beleidskeuzes, zodat wat in het verleden gebeurd is, wat hier de oorzaak van is geweest, niet weer gebeurt. En zolang je een lening hebt lopen bij de gemeente, moeten er geen dingen gebeuren. Dat gaat natuurlijk over het eerste elftal, hè? Betaalde spelers. Iedereen weet uiteindelijk dat het daarover gaat. Maar vanavond zag je ook de jeugdige spelertje zitten en dat is de jeugd van Wezep. En een verenigingsleven is natuurlijk ook een sociaal leven en daar word je ook gezien. En dat voorkomt zaken als jeugdzorg, noem maar op. Dus er zit echt wel een belang bij een goed lopende vereniging. Diverse belangen, het laatste woord is er nog niet over gezegd. 19 december dan wordt er gestemd. En heel veel succes ook met de beraadslaging, in ieder geval ook binnen de eigen fractie, om tot een juiste beslissing te komen. En bedankt in ieder geval voor het interview. Dank jullie wel. Engbert-Jan Ruitsberg, goedenavond, raadslid van de ChristenUnie. Wat is de eerste reactie naar aanleiding van de commissievergadering zoals die vanavond gehouden is?
Nou, de commissievergadering over de lening voor WRC was natuurlijk een eikelpunt vanavond in de vergadering. Er zijn heel op kritische vragen gesteld en wat denk ik heel terecht is. Het meest verbaasd was ik over toch het punt wat naar voren kwam dat met de 120.000 die de gemeente beschikbaar zou stellen, er waarschijnlijk toch nog een schuldpositie overblijft. Daar moet toch goed duidelijkheid over zijn hoe het nou precies zit. Ja, dat was met name een vraag vanuit de ChristenUnie, de fractie vanuit de ChristenUnie, dat er toch de nadruk op werd gelegd. De financiële man Wim Boer die was ook al een paar keer schuddend bezig. Wat zit er dan nog onder, als ik het zo mag vragen? Nou, onze financiële man, inderdaad Wim Boer, die heeft toch de onderliggende stukken hier op het gemeentehuis, die altijd beschikbaar zijn voor ons, nou eens goed nageplozen. En die kwam zelf ook al met het idee van, van mij zijn we er niet met die 120.000. Dan blijft er nog een restschuld over. Nou, en daar wil je dan in zo'n commissievergadering, daar is die commissie voor, duidelijkheid over van hoe zit dat nou precies. En is het dan niet verontrustend dat de wethouder of de ambtenaar die erbij komt daar niet direct een antwoord op heeft? Nou, dat vind ik jammer dat niet in de stukken al aangegeven is. En dat het nu staande de vergadering die cijfers geleverd worden. Dat vind ik best verontrustend. Staande de vergadering, ik heb geen definitieve cijfers gehoord. Volgens mij is er nog niks bekend. Nou, definitief, er is toegezegd dat er nog het precies uitgerekend. Dus het is nog niet bekend? Nou, ik heb de ambtenaar met cijfers horen goochelen, waar hij toch volgens mij enigszins moest bekennen van de schuldpositie is meer dan wat we eerst voor ogen hebben gehad. Dus nou, daar ben ik benieuwd naar hoe dat nou werkelijk zit. Vindt de ChristenUnie ook dat het uiteindelijk een maatschappelijk belang is? Het is een vraag die ik eigenlijk bij iedereen nu gesteld heb. Is 10% van Wees op Hattemerbroek ongeveer 1200 mensen, is dat nou een maatschappelijk belang als je het over de gehele gemeente Oldebroek uitspreidt? Nou, we vinden wel degelijk een maatschappelijk belang. Voetbal, niet primair, maar wel de jeugdsport. En dat is ook vanavond meerdere keren gezegd, dat ook het belang van de jeugd om op een laagdrempelige manier te kunnen sporten, dat vinden we wel zeker een maatschappelijk belang. Maar de afweging moet gemaakt worden van hoe dat zich verhoudt ten opzichte van deze lening en welke risico's eraan zitten. Wat vindt de ChristenUnie van de garantstelling die is gegeven vanuit de gemeente? De VVD was er vrij kritisch over. Hoe staat de ChristenUnie erin? Nou, daar zullen we ons nog eens weer op moeten beraden. Ook met de nieuwe cijfers die aangeleverd worden. Kijk, als het zoals het plan eerst voorlag, dat met deze 120.000 toch enig zicht op was dat de club dan weer gezond is. Nou, dan ga je het er heel anders over denken dan als er nog een veel groter gat zit. En die afweging moeten we nog eens heel goed maken. Over 2 weken dan is het bijna zover dat er gestemd gaat worden in de gemeenteraad. Komt die datum niet te vroeg? Nou, dat hangt er vanaf hoe lang het duurt voordat wij de goede cijfers onder ogen zien. En ik denk dat we in die tussentijd wel tijd hebben om met allerlei belanghebbenden nog eens goed door te spreken van wat heeft het van consequenties om dit wel of dit niet te doen. Dus wat ons betreft, als de cijfers waar het werkelijk om gaat met een paar dagen aangeleverd worden, dan denk ik dat we in die tussentijd onze afwegingen voldoende kunnen maken. Nog 2 weken zoals gezegd richting 19 december. Heel veel succes ook met de beraadslaging binnen de fractie om toch tot een wijs besluit te komen in zaken deze lening. En bedankt voor het interview. Ja, het is voor ons zeker geen makkelijke afweging. En het is voor ons zeker wel de afweging van het maatschappelijk belang wat we zeker wel zien. Maar ook het belang wat we daar moeten afwegen tegen welke andere problemen er voldoende mate of in veel mate op ons afkomen in de gemeente. En dus dat is een hele moeilijke afweging. Succes ermee. Dankjewel.